Ja, hij doet het. Allemaal hartelijk welkom op deze raadscommissievergadering. Mensen op de tribune ook allemaal hartelijk welkom. Mensen thuis die meeluisteren of meekijken ook allemaal hartelijk welkom. Ik denk dat het vanavond een korte vergadering wordt, want de technische vragen die waren er niet. Vanaf 7 uur hebben hier een aantal ambtenaren klaargezeten om eventuele technische vragen te beantwoorden. En die zijn niet gesteld. Dus de stukken waren dusdanig helder dat wat mij betreft er sprake zal zijn van een hele vlotte vergadering. Want technische vragen hoeven niet meer gesteld te worden. We hebben nog even een huishoudelijke mededeling. Er staat een zilvergrijze Mercedes bij de fietsenstalling met de deur open. In de fietsenstalling? Mercedes. Mag ik even kijken? U mag kijken. Daar gaat de andere meneer in. Er staan er twee Mercedes. Er zijn dus twee zilvergrijze Mercedes met één open deur. Eén open deur. Oh, die voor mij is al lang open. Die is al afstands. Ja, precies. Goed, ik heb nog even de vraag of er zich nog insprekers willen melden. Ja. U had zich al gemeld. Oh nee, maar dan hoeft u zich niet opnieuw te melden. Wat zei je dan? Nee, meneer had zich al gemeld, zei hij dus. Okay. Ja, ook meneer Klein-Herenbrink had zich ook gemeld. Dus, dat betekent dat we een agendawijziging hebben. Want we hebben op het actieplan Centrumontwikkeling 3 insprekers. Op de natuurbegraafplaats Landgoed Hoge Graven 2 insprekers. En op de sluis Junne hebben we 2 insprekers. En dat betekent dat we gaan beginnen met het actieplan Centrumontwikkeling. En ik stel voor dat na de insprekers we het stuk integraal gaan behandelen. En vervolgens de insprekers eventueel nog weer gelegenheid geven om te reageren. En daarna over te gaan op de natuurbegraafplaats. En daarna de sluis Junne. En vervolgens de resterende punten te gaan doen. Kan dat uw instemming hebben? Oké, dan had wethouder Ter Keurs nog een korte mededeling. Voorzitter, dank u wel. Tegen te gebruiken in toch een mededeling namens het college. Wellicht hebt u het gehoord, gezien of gelezen, maar windpark De Veenwieken is weer aansluitend, is weer actueel. Volgende week, 13 september, vindt de voorbehandeling plaats in de Raad van de gemeente Hardenberg. 14 september vindt behandeling plaats in de Commissie van Provinciale Staten. 26 september vaststelling in de Raad van Hardenberg en 28 september vaststelling in Provinciale Staten. Het college zal proberen om nog eind deze maand een raadsbrief te doen toekomen. Een van de punten daarbij is dat het wel mogelijk blijkt te zijn, ondanks de crisis- en herstelwet, om als overheid, lokale overheid, naar een nabuurgemeente bij bestemmingsplan beroep aan te tekenen en ook bij de provincie. Dat geldt niet wanneer het een rijksbesluit betreft. Daarvoor is geen beroep mogelijk, maar wel voor een provinciaal inpassingsplan en een bestemmingsplan van een nabuurgemeente. We doen u een raadsbrief toekomen en verzoeken u op grond daarvan aan te geven of u wenst dat wij wel of niet beroep zullen aantekenen tegen windpark De Veenwieken. Dank u wel, voorzitter. Dan vraag ik nu meneer Freulich. Meneer Freulich die spreekt in bij actieplan Centrumontwikkeling namens bewoners van de Hesselmulletstraat en Den Oort. Een brief gedateerd op 20 juni waarin wij als bewoners aan de Hesselmulletstraat en Den Oort op de hoogte worden gesteld van de plannen om een parkeerterrein aan te leggen op de huidige groenstrook tussen de Koevorensweg en de Hesselmunderstraat. Hierop hebben wij 24 juni gereageerd middels een brief gericht aan het college van BMW.
Een reactie hebben wij tot op heden niet gekregen. We hebben ook nog eens geprobeerd via de website van de gemeente op 31 juli. Maar ook hierop hebben wij geen inhoudelijke reactie gekregen. Wel lezen we in de krant dat het grasveld volgend jaar verhard wordt. Deze stelling komt van de handelsvereniging en niet van de gemeente. Ik ga ervan uit dat dit bericht voorbarig is. Omdat de gemeente ons duidelijk heeft gemaakt dat de mogelijkheid om op deze plek een structureel parkeerterrein aan te leggen onderzocht wordt. Bij een dergelijk onderzoek hoort een gedegen studie van de mogelijkheden van en de te nemen maatregelen voor de transitie van groen naar parkeerterrein. In het bestemmingsplan Wonen Ommen, vastgesteld op 27 juni 2013, wordt het betreffende gebied nog bestempeld als een van de weinige groenstroken in het centrumgebied. Enkel bestemming groen 1. Ik citeer. Aan de vechtoevers met een groene landelijke uitstraling. Klinkt mooi. In onze brief hebben we duidelijk gemaakt dat incidenteel parkeren tijdens drukke bissingdagen de afgelopen jaren niet tot onoverkomelijke problemen heeft geleid. Echter, de dit jaar aangelegde in- en uitritten aan de Koevoordenseweg heeft, zoals al aangegeven in onze brief, geleid tot veel gebruik als sluiproute om de verkeersdrukte bij het complexe kruispunt te ontwijken. Ik heb eigenlijk twee brandende vragen. A. Waarom krijgen wij geen reactie op onze brief van 24 juni? En ik hoop niet dat het antwoord ligt besloten in het artikel van afgelopen maandag in de landelijke pers. Indien de gemeente overtuigd is van een structureel probleem, parkeerprobleem, en een structureel parkeerterrein aan de Hessel-Mulletstraat de enige oplossing is, gaat de gemeente haar onderzoeksresultaten dan ook delen en eventuele knelpunten bespreken met de bewoners? Bij knelpunten denk ik bijvoorbeeld aan het voorkomen van sluipverkeer. Het is echt hinderlijk en de Hessel-Mulletstraat leent zich echt niet voor structureel verkeer. Bijvoorbeeld veiligheid van de omgeving, dat is ook een belangrijk punt. En een ander punt wat wij ook wel erg belangrijk vinden is de waardevermindering van de aanliggende woningen. Voor ons zijn er veel redenen om af te zien van project 25, een structureel parkeerterrein Centrum Oost. Incidenteel parkeren tijdens de drukke zomerdagen werkt al jaren, ook zonder beleiding. Daar trekken de parkeerders zich toch niet veel van aan. De triple P-benadering van de gemeente staat voor people, welzijn en leefbaarheid, prosperity, welvaart en economie, planet, omgevingskwaliteit, spreekt ons enorm aan. De gemeente heeft hier nog een vierde P aan toegevoegd, de P van proces. Fantastisch. En daarboven noemt de gemeente nog eens een vijfde P van participatie van burgers. Die burgers, dat zijn wij. Graag gaan wij deze uitdaging aan met de betreffende projectgroep. Misschien kunnen we samen nog onnodige uitgaven voorkomen. Ik dank u wel. U mag nog even blijven staan, want ik ga even inventariseren of er van de commissieleden nog mensen zijn die een vraag aan u hebben. De heer Remmels. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eentje schiet me te binnen, maar misschien dat het een hele korte kan zijn. De brief waar u nu refereert, ja, die kennen wij uiteraard ook niet. En ik vroeg me even af of er in die brief nog andere zaken stonden als wat u nu hier naar voren brengt. Welke brief bedoelt u? Die brief die wij gekregen hebben van de gemeente? Oh, ik had begrepen dat u een brief had gestuurd. Ja, wij hebben ook een brief gestuurd. Ja, en daar had u geen reactie op? Nee, die kent u niet. Die kennen wij ook niet, dus ik vroeg me even af of er in die brief nog andere zaken stonden. Nee, dat gaat alleen over het parkeren. Dat is, dat wat u nu, dat is dus precies wat ik hier eigenlijk... Ja, ik dacht als men niet leest, dan moet men maar horen. Had er nog iemand? Nee, dan mag u uw plaats innemen. En misschien nog antwoord op mijn vragen, of is dat... Nou, daar zit ik een beetje over te dubben. Want in principe is het zo dat u geen vragen kunt stellen aan het college, alleen aan de commissie. Maar nu is er vast straks een slim commissielid die vraagt waarom de brief niet beantwoord is. Dus wethouder, beantwoord de vraag nu maar. Voorzitter, dank u wel.
De brief is mij niet bekend. Ik laat uitzoeken waar die brief binnengekomen is, waar die gebleven is en waarom daar niet op geantwoord is. Het is mij gebleken dat in de vakantieperiode dit nog wel eens een keer is voorgekomen. Dus dit is één in de lijn van een aantal. Dat laat ik voor uitzoeken. Ten aanzien van het onderzoek. Inmiddels is er een onderzoek gedaan op basis van de parkeerbalans. En geïnventariseerd zijn de wensen van de ondernemers in het centrum. Beide duiden op een nadrukkelijke parkeerbehoefte en dat de mogelijke voorziening gezocht moet worden in Oost, op het gebied wat u aanwees. U hebt aangegeven dat er sprake is van sluipverkeer. Ik heb meerdere signalen dat er sprake is van sluipverkeer over die route, over die Hesselmullertweg die u aangeeft, die inderdaad niet geschikt is om sluipverkeer af te mentelen. We nemen dat mee in de planvorming en ik zeg u toe dat we maatregelen zullen treffen om te voorkomen dat sluipverkeer over die route naar de Koevoordestraat, dan wel richting Markt, dan wel naar het zuiden gaat, richting Den Ham. Dat kan met het inzetten van paaltjes, het kan met inzetten van een afrastering en ter noodvoorziening hebben we nog van die grote Lego blokken die onlangs van de markt zijn verwijderd. Dus mogelijkheden genoeg om dat tegen te gaan. En is er ook een mogelijkheid om hier te overleggen met de bewoners, participeren in het onderzoek? Nou, dat zit normaal altijd in de procedure, dus ik ga ervan uit dat dat nu ook gaat gebeuren. Oké, dan wachten wij af. En alles wat de wethouder zo net gezegd heeft, dat is onder voorwaarde dat de raad instemt met de aanleg van een parkeerterrein in Ommen-Oost. De heer Benboom van het Cultuurhistorisch Museum. Goedenavond, dames en heren. Benboom, u hebt zich bij mij aangemeld, maar ja. Ik heb nog niet tegen u gezegd dat u maximaal 5 minuten heeft. Oké, ik ben er zo mee klaar, dus dat valt wel mee, denk ik. Mijn naam is Willem Benboom, ik ben voorzitter van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen. Dat houdt in het Streekmuseum en de HKO. Wij hebben wel belang bij een goede parkeerplaats voor het Streekmuseum. En ook als Ommenaar denk ik na over de problemen die er zijn wat het parkeren betreft. En eigenlijk is er maar één oplossing en dat is de oostflank van Ommen aan de Koevoordeweg. En kijk, natuurlijk zullen er altijd problemen zijn, maar die moeten het college maar oplossen. Maar een bossage langs de rand, ja, een singel, zal al heel mooi zijn. Zodat je die auto's dan niet meer ziet. Maar voor ons geldt alleen, en dat is heel belangrijk, dat wij een goede parkeerplaats hebben waar ook bussen kunnen stoppen en kunnen draaien. En dat wou ik even gezegd hebben. Dus ik ben een voorstander van de parkeerplaats die daar komt. Dank u wel. Nog vragen voor de heer Benboom? Geen vragen naar dit pleidooi voor de aanleg van de parkeerplaats. Dan mag u uw plaats weer innemen. De heer Klein-Heerenbrink. Dames en heren, ik spreek namens de handelsvereniging vanavond. Wij zijn samen met het college, met ambtenaren en alles wat erbij hoort, zijn we al tijden bezig om het centrum van Ommen weer op de kaart te zetten. Dat hebben we vorig jaar gedaan met een DTMP. Nou, DTMP die waren wat uitgesproken van schroef die straat maar dicht en doe dat maar. En allemaal dingen waarvan zeiden, nou dat gaat niet worden. We zitten nu met Broekhuis Reis om tafel. Mensen die gewoon plannen hebben die uitvoerbaar zijn, snel zijn, laaghangend fruit snel geplukt kan worden. Wij zijn er alleen maar erg blij mee. Uiteraard de parkeerplaatsen hebben we nodig. We hebben gewoon 100 parkeerplaatsen tekort volgens de parkeerbalans. Die hebben we nodig. We zijn bezig om met elkaar dus ook andere stakeholders erbij te zoeken die mee willen betalen en die ons ook richting willen geven. Vanmiddag zijn we bij de Rabobank geweest, een heel gesprek gehad. Die wil meedoen in een opleiding, in een soort van ondernemerscursus voor de ondernemers in Ommen van de binnenstad. Dus wat dat betreft, wij kunnen alleen maar een pleidooi houden van dit is het eigenlijk wel. Dit is wel wat we hier in Ommen nodig hebben om de komende jaren Ommen sterker te maken. En
en vooral het centrum goed eruit te lichten en leidend te worden in het Vechtdal. Vragen voor de heer Klein-Heerbrink? Ook. Geen vragen. Dan mag u ook uw plaats innemen. Nu is er in beperkte mate het actieplan Centrum Ontwikkeling Ommen uitgereikt. En daar staat een reactie van het bestuur van de OVO in. Maar die zijn er even verwerkt, dus zoek de verschillen. Goed. Ja. Ik weet niet wat er te winnen is. Maar goed, het is gewoon zo aangeleverd. Wie wenst het woord bij dit agendapunt? De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zoek even mijn stukken erbij. Misschien moet ik wel zorgen dat ik bij het goede stuk zit natuurlijk. Eigenlijk hebben we als ChristenUnie hier wel een aantal vragen over. En eigenlijk is de eerste vraag die we bij dit stuk hebben wel een beetje van, ja, wat is nou precies ons centrum eigenlijk? Want eigenlijk hebben we nu, als je het goed bekijkt, hebben we eigenlijk twee centra, om dan zomaar even te zeggen. We hebben het kerkplein en we hebben de markt. En eigenlijk zit er niet zoveel verbinding tussen. Dus dat is even van ja, hoe, dat is de moeilijkheid aan dit stuk. Het voorstel spreekt over realisering van parkeerruimte aan de oostzijde. En daar wou ik dan eerst maar eens even ook over hebben, want daar hebben ook de insprekers spraken daarover. Maar wij vroegen ons wel daarbij af van oké, waarom moet dat aan die zijde? Waarom kun je bijvoorbeeld niet de parkeerplaatsen aan de Voormars uitbreiden? Want wij zien wel graag een heldere noodzaak om het aanzicht van Ommen aan die oostzijde eigenlijk een beetje te vervuilen met parkeergelegenheid. Want het is daar toch wel, als je vanaf die kant, als je daar langs rijdt, nu ziet het er allemaal wel netjes en mooi uit daar met zicht op de molen. En dat wordt dan straks allemaal een beetje anders. Bovendien vragen wij ons af van ja, we hebben de nieuwe verkeersvisie nog niet vastgesteld. En de vraag is ook of de parkeergelegenheid die we daar nu willen creëren, of dat een goede uitwerking is van die verkeersvisie. En dat zou zo kunnen zijn, maar dan is nog de vraag van ja, nemen we dan niet een beetje ook al een voorschot op die nieuwe verkeersvisie? Dan wordt er in het stuk ook gesproken over een stimuleringsregeling. En wij vragen ons af van ja, hoe reëel is die insteek eigenlijk? Want wij zien ook dat daar een behoorlijk kostenplaatje aan hangt. Dan hebben we ook nog een vraag over hoe het staat met de invulling van het voormalige Aldi-terrein. We hebben gehoord dat daar mogelijk wat ontwikkelingen zijn, maar we zouden graag willen weten van nou, hoe staat het, hoe vordert dat? En dan als je dan over dat Aldi-terrein hebt, ja, dan kom je natuurlijk ook al heel gauw op het 11 aprilplein. En ik moet zeggen van de befaamde schop die is daar nog niet gesignaleerd, terwijl we toch in het voorjaar van de wethouder een uitspraak gehad hebben die we bijna als een soort toezegging hadden kunnen zien. Dus wij zijn heel benieuwd hoe het daar ook mee staat. En als laatste punt hebben we een vraag over van, nou ja, hoe het staat op het Marktplein. We hebben dat van zomer ook weer aangezien hoe dat ging met het verkeer op het Marktplein. En we hebben daar als ChristenUnie ook al eerder vragen over gesteld. Met name dat er ook in dit stuk wordt dan ook gesproken over dat het handhaven van het verkeersbeleid in het centrum, nou, dat gaat zo gewoon zo door. Dus daar worden geen wijzigingen op gedaan. Maar van shared space op de markt is gewoon nog steeds geen sprake.
En dan is de vraag van hoe denken we dit dan wel te gaan bereiken? Moeten we bijvoorbeeld, om maar eens even wat opties te noemen, de doorgaande route gaan afsluiten? Of moeten we bijvoorbeeld een week lang een BOA maar eens laten controleren op foutparkeerders? Om maar eens zo even wat te noemen. En graag horen we van nou, welke oplossingsrichting er gedacht wordt. Voorzitter, tot zover onze eerste termijn. De heer Bongers. Kijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn allereerst verheugd dat er een actieplan ligt. Want wij zien ook de noodzaak om hier het centrum verder te vervolmaken. En nou, er zijn een groot aantal projectplannetjes aangegeven. We zien ook dat er steeds meer samenwerking komt in het centrum. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, goed, en dan inhoudelijk. En dan vooral de financiële kant. Maar eerst nog eventjes wat mijn collega ook al aangaf. Voordat we nieuwe projectplannen gaan starten, zouden wij toch graag eerst duidelijkheid willen hebben over de situatie met betrekking tot 11 aprilplein en de oude Alder locatie. We hebben niet voor niks ruim 1 miljoen extra gedoneerd om dat plan verder vlot te trekken. Dus laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Ja, en dan in zijn algemeenheid de financiën. Er ligt een plan voor 1,3 miljoen euro. Wat ons niet helder is, is in hoeverre dat nou allemaal out-of-pocket kosten zijn, of dat het ook uren zijn van de ambtelijke organisatie of anderszins. Wij zouden daar graag een schifting in willen hebben. Echt duidelijke kostentoewijzing. Ja, en dan in zijn totaliteit zie je dus dat er een projectplan van 1,3 miljoen ligt, projectplannen. Er ligt tot nu toe een financiering bij ingeschaafd voor ongeveer 5 ton, iets meer. Ja, dan kom je al snel op de vraag, is een project überhaupt projectrijp als je zo slecht op de financiering zit? Gezien onze eerdere ervaringen binnen Ommen met dit soort projecten, zouden wij dat toch een wat stevige onderbouwing willen zien, dat er ook echt garanties zijn voor de financiering van dit soort plannen, los van of de plannen wel of niet goed zijn. Ja, dan toch iets meer inhoudelijk, voorzitter. Even kijken, actieplan. Ja, er staan een aantal projecten genoemd waar je kunt vragen of dat wel een taak van de gemeente is. En ook toch ook een vorm van verkapte subsidiëringen. Als je praat over het verplaatsen van winkels of andere vormen van ondernemers naar het centrum, waar wij op zich niet op tegen zijn. Integendeel, daar zijn wij zeker voor. Maar als je daar, ik dacht, ruim 5 ton voor uittrekt, of 5 ton, ja, is dat niet subsidie? En doen we dat ook voor andere sectoren? Er zijn ook misschien wel melkveehouders die het heel erg moeilijk hebben. Gaan we die dan ook compenseren? Of aannemers? Wat ons betreft zit dit op het randje van wat kan en mag. Ja, daarnaast zie je ook dat er een aantal projecten gedefinieerd zijn die de ondernemers moeten gaan ondersteunen. In opleiding, training, prima, doen. Maar dat is geen taak van de gemeente. En dat, of dat dan wel of geen geld kost, dat moet prima dat het in het projectplan komt, maar dat hoort buiten dit bestek. Net zoals dat elke brancheorganisatie haar leden helpt bij training, nieuwe ontwikkelingen. Ja, en dan staan een aantal projecten genoemd, ook wel met flinke bedragen. Als je kijkt naar het versterken van de poortfunctie van het centrum. Dat is genoemd door een bureautje. En we kunnen ons daar best iets bij voorstellen. Maar om dan daar gelijk een bedrag aan te koppelen, zonder daar verder een inhoudelijke toelichting van wat daar nou werkelijk voor moet gaan gebeuren. Nou, ik zou dat als mijn portemonnee was daar niet zomaar goedkeuring aan durven geven. Dus ja, er zijn toch nog wel een aantal projecten die wat verdiepingsslag nodig hebben. Nou, er zijn ook een aantal plannen die wij zeer zeker, deelplannen die wij zeer zeker kunnen ondersteunen. Maar het is een beetje, als ik het zo mag zeggen, een samenvoegsel van allerlei dingen op allerlei niveaus. Wij zouden graag zien dat er een stukje prioritering komt. Prioritering wat betreft ook de financiering, want we kunnen allerlei mooie plannen maken, maar het moet wel een realistisch plan zijn. En dan zou ik daar ook een realistische tijdfasering bij willen zien. En dan nog tot slot de verkeersvisie. Wij vinden dat de verkeersvisie een integraal plan moet zijn en niet alleen gekoppeld aan het centrum. Dus het is een beetje omgekeerde volgorde. Wij vinden ook dat er in het centrum aan het verkeer heel veel moet gebeuren. Wat ons betreft mag er nog verder verkeersluw worden op bepaalde plekken.
Maar het moet een onderdeel zijn van een totaalplan en niet andersom. Het centrum bepaalt niet de totale verkeersvisie. De totale verkeersvisie bepaalt ook het centrum. Tot zover, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Gisteren kreeg ik het verzoek via het Ommernieuws van de wethouder om hier gewoon mee in te stemmen, u aan te nemen en toe te juichen aan de volledige raad. Nou, dat op zich wil ik dat graag doen, want het is een uitstekend plan. Een aantal vragen zijn al gesteld. Een van de eerste die aan de buurt komt, wat betreft prioriteit, gaat het inderdaad om die langparkeerplaats. Als het zo is dat die er moet komen, als er dus structureel 100 parkeerplaatsen te weinig zijn, ben ik ook van mening dat Omme Oost inderdaad dan inderdaad de meest logische plek is. Wel kan ik invoelen met de insprekers als het gaat om het sluitverkeer. De wethouder heeft al toezeggingen daarover gedaan. En ook in overleg te gaan inderdaad met de bewoners van de wijk om te kijken hoe, als dat door zou mogen gaan, hoe je dat het beste kunt inpassen. Een ander punt is natuurlijk parkeren op de Marktplein, waar ook al heel veel over te doen is. Hoe gaan we dat aanpakken, de behoeven van de winkels die daar zijn. Wat betreft lang parkeren en kort parkeren. Ik heb al een aantal opties gehoord over betaald parkeren. Goed, dat is ook iets. Verder heb ik geen vragen. Mevrouw Lagas. Voorzitter, dank u wel. Wij merken natuurlijk dat er een stukje vervuiling in de discussie optreedt tussen het verkeersplan en het parkerenbehoeftes en actieplan voor het centrum. Laat ik vooropstellen dat we blij zijn dat er een actieplan ligt, dat is al eerder gememoreerd. En dat daar heel veel dingen in staan die we met elkaar al eerder geconstateerd hebben, maar dat ze nu goed gebundeld zijn en dat ze ook tot een vorm van actie doorverwijzen, met de daarbij behorende financiën. Het is net al eerder aangegeven. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend belangrijk is om een beeld te geven wat gaat alles kosten. Maar ook de VVD-fractie vindt het van het allergrootste belang om goed in beeld te hebben wat ligt er nou op het bordje echt van de gemeente, wat ligt er op het bordje van ondernemers en wat is een wishful thinking en wat we dan maar eventjes moeten wachten tot we weer gespaard hebben. Dat is belangrijke keuzes moeten daarin gemaakt worden. Even ten aanzien van het parkeren aan de oostkant, want daar hebben ook de insprekers natuurlijk op gewezen. Ik ben blij dat ook de insprekers aangeven dat het voldoet bij de drukke tijd, los van het sluipverkeer. Ik vind ook inderdaad goed dat u toezicht om daar wat aan te doen. Wat ik wel interessant vind, en wat we eigenlijk pas in het hele verkeersdiscussie natuurlijk mee gaan krijgen, hoe het zich verhoudt met de parkeerdruk buiten de seizoensperiodes om. Dus je zou ook kunnen werken aan een geknipte variant aan de oostkant, maar dat is nu technisch. En daar zal ik gezien de opmerking van de voorzitter nu geen vragen over stellen. Dat komt nog wel als we daarmee aan de gang gaan, als het budget beschikbaar gesteld moet worden. Maar in ieder geval met de bewoners aan tafel om te kijken van wat is dan de beste oplossing en waar leg je eventueel een knip in het kader van welk gedeelte is geschikt voor het hele jaar en welk gedeelte voor de rest van het jaar. Nou, financiën had ik net al even genoemd. Goed dat er in de projecten ook een aantal zaken staan die opgepakt kunnen gaan worden. Maar wat onze zorgen nog wel even baart, is daar niet heel goed bij staat wie daar de regie op heeft en wie daar de actie op onderneemt. Ik maakte daar net al even in het kader van de financiën een opmerking over. Maar het gaat ons ook in het kader van de betrokkenheid aan het hart. Dat sommige projecten vragen weer andere betrokkenheid dan andere projecten. En een van de voorbeelden die ik toch eventjes wil toelichten, is het project rondom afstemming winkeltijden. Er is al eerder een keer een bijeenkomst geweest waarbij alle ondernemers uit het winkelcentrum betrokken waren die door de gemeente was opgezet. En ik denk dat het dat heel belangrijk is om hier ook alle ondernemers bij te betrekken, anders krijg je nooit gelijkluidendheid daarin. Prioritering hebben we het er al over gehad, voorzitter. Ik denk dat dit een eerste termijn voldoende is. Meneer Mors van D66. Dank u zeer, voorzitter. Ik heb uiteraard het stuk ook gelezen en mij viel op pagina 11, en het is niet zozeer een vraag, maar wel een constatering. Je hebt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. Voor de meeste mensen die op dit moment Omme bezoeken, hebben ze maar één indruk van, goh, er staat hier een hele lange file daar voor die brug. Is dat wel zo mooi? En we hebben ook nog een tijdelijk gebouwtje staan, ergens ook bij de parkeerplaats. Gaat die dan ook weg als we zeggen van oké, we hebben de eerste indruk, een mooi, schoon, veilig Omme.
Dat als eerste. Verder heb ik nog gezien op pagina 4 dat budget voor de stimuleringsregeling met geld erbij. Toen zat ik mij af te vragen voor hoeveel bedrijven zou dat nu eigenlijk gelden? En hoeveel zou het dan per bedrijf echt als stimulering zijn? En heeft dat dan ook daadwerkelijk zin? En gaan de bedrijven met dat ja, relatief geringe bedrag dan echt wel over van de rand van Ommen naar het centrum. Dus even een idee daarover. Ik heb ook de detailhandelsregisseur gelezen bij punt nummer 12. Is dat waar wij in het verleden altijd over hebben gesproken, centrummanager? Er dan blijft eigenlijk over, want de rest is voor een groot gedeelte al behandeld. Het parkeren, maar niet zozeer het parkeren zelf, maar wordt er nou ook gehandhaafd? Daar is denk ik ook een grote behoefte aan en wordt daar rekening mee gehouden tot zover in eerste termijn. Mevrouw de Jonge. Dank u voor het woord. Wij hebben een drietal vragen. De eerste, hoe ziet het college de besteding van de 1,3 miljoen? En hoe betrekt het college de raten bij de uitgaven hiervan? Er is al het een en ander ook over genoemd net. Daarnaast zijn wij ook benieuwd hoe het resultaat van het onderzoek wat gedaan is door DTNP. En meneer Klein-Herenbrink noemde dit net ook al. Hoe is dat onderzoek verwerkt in dit centrumplan? Is dat ook meegenomen? De laatste vraag. De HVO die is betrokken bij dit plan. Dat hebben we kunnen lezen. Maar hoe zijn de andere ondernemers betrokken? En hoe gaat het college de andere ondernemers ook in de toekomst betrekken? Ook de ondernemers die niet lid zijn van de HVO. Lubik. Voorzitter. Als laatste heb je natuurlijk altijd, moet je goed uitkijken dat je niet alles weer dubbel doet. Maar voor het plan dat voor ligt, mooi stukje werk, goed over nagedacht. Integrale aanpak, heel zaken toch wel concreet weergegeven, maar ook wel niet goed uitgewerkt. Dus dat hebt u ook al. Drie punten hadden wij als CDA. Het voetlicht, iedereen bekijkt het op van zijn uit. We hadden het over de financiering, hebben we al dat daar toch wel wat onduidelijkheid over is. Zeker over de co-financiering. Een heel stuk. 40% gedekt uit de begroting en 60% niet. Dus daar zouden wij graag wat meer over willen weten. De provincie betrokken zijn hier bij de Zegdal. In bijlage 2 gaat ook nog weergegeven. Gemaakt wie wat gaat betalen. Vinden wij, daar is geen duidelijkheid over. Het zou mooi zijn dat we daar een antwoord van u op zouden krijgen. Ja, de eerste inspreker heeft daar ook al op gewezen. Hadden wij ook als punt in hoeverre bewoners betrokken bij de uitvoering van dit actieplan. En we hadden zetjes voor u. Er staat bijvoorbeeld versterken van het beleven van de openbare ruimte. Punt 15, dat vonden wij ook wel een goede. Van de poortfuncties van het centrum. Maar misschien nog wel meer acties te benoemen. Graag zouden wij daar ook antwoord op willen hebben van de raad. Als het plan, als wij met het plan akkoord gaan, hoe worden wij dan op de uitvoering van dit hele plan? Daar vragen over. Tot zover. Voorzitter, dank u wel. Om met het laatste. Ik wou nog even op. Inmiddels onze burgemeester, de heer Bouwmans, ook de vergadering gekomen. Ik wou zeggen, dat hadden de mensen al wel gezien. De controle van. Wij zijn voornemens om u periodiek te informeren, zowel effectrapportage als reguliere rapportage. Vervolgens staan er momenten in de jaarschema die gebonden zijn aan de budgetten vrijgeeft. Af van de, aan de investering toestemming vragen om het in. En dan kom ik gelijk bij de financiering. U hebt bij de kadernota aangegeven 4 ton beschikbaar. Periode van 4 jaar. Er zit nog in de pijplijn 14.000 van dit jaar plus 4 keer 30.000. En dat is in totaal is dat 134.000, komen we op 534.000. Dat is de maximale bijdrage.
waarbij als voorwaarde geldt dat er ook cofinanciering. We zijn in overleg om te kijken tot wat is dat een BIS. BIS is een vrijwillige baan. Wel, ik dacht 75% van de ondernemers aan meedoen. We geven de gelegenheid om te komen tot een BIS-financiering. Het moet staan einde dit jaar. Dus tot 1 januari krijgen ze de gelegenheid om dat op poten te zetten. Anders, zo is in het college aangegeven, zelf reclamebelasting invoeren. De Rabobank heeft al aangegeven, de heer Klein Heerenbrink gaf het aan dat hij vandaag met reis samen met Kamp, de projectleider bij de Rabobank, is geweest. De Rabobank wil participeren en dan moet ik even citeren dat de komende weken de planuitwerking opzetten van een retail academie voor Ommen en dat de Rabobank wil bijdragen middels financiering uit de Rabobankfonds. En ook Van Elderen heeft inmiddels een medewerking toegezegd en wij verzoeken MKB Zwolle om ook daar participeren. Deze week zijn gesprekken gevoerd met de ten aanzien van de retail deal. De provincie wil in het kader van HMO kan doen in de financiering, dus participatief. En er wordt een voorstel gelanceerd richting gedeputeerde. Weer even spieken en heet investeren in de stadsbeweging. Daarvoor komt op provincieniveau ruim 9,5 en wij hebben ons aangemeld als eerste vrijwilliger. Vervolgens heeft Broekhuis Reis een gezet bij het Rijk om te kijken of ook zij in de stadsvernieuwing willen participeren. Hoe dat allemaal, dan wil ik u verwijzen naar beslispunt 1 van de opleggende om de actiepunten nog nader uit te werken. Bij die nadere uitwerking, die volgt op basis van de van voorzitten, in de programgroep zijn in ieder geval vertegenwoordigd de HVO, de OVO, de horeca Ommen, ondernemers, in ieder geval MKB en de gemeente natuurlijk. We willen middels een bepaalde vorm van regie, en dat hoeft management te zijn, maar wel middels een regiebanen leiden. Zodat in ieder geval afspraken worden ook afgesproken in een van die bijeenkomsten waar u bij was, maar ook waar de middenstanders bij waren uitgenodigd. De eating. Wij gaan aan de slag met parkeren aan de oostzijde, de parkeerbalans. Helemaal af is, krijgt u die. De parkeerbalans geeft inderdaad aan, zoals de heer gaf, 95 tot 100 plekken die we structureel in het hoogseizoen. En je legt niet tijdelijk aan, maar als je ze aanlegt, leg je ze goed aan voor het hoogseizoen. En met nadruk aan de, ook aan de oostkant, voldoende ruimte om dat te realiseren. En al sinds jaar en dag, de mensen die veel in het middenstandscircuit in Ommen dan ikzelf weten dat het een lang gekoesterde wens is van met name de middenstandscentrum om te komen tot een goede voorziening voor lang parkeren. Wie zat er in de klankbordgroep tot dusver? Daar zaten bij de OVO, de Ommen, Vechtdal, de Veste, een aantal zelfstandige ondernemers. En ik vergeet er vast nog een paar, maar er was een club van zo'n 17 mensen die met ons hebben meegedacht. In hoofdlijnen geheel of gedeeltelijk achter dit plan staan. De OVO heeft nog een aantal bedenkingen, maar dat waar ook zij, middels de programmagroep, bij betrokken zullen zijn. In hoeverre is betrokken van DTNP hebben we begin dit jaar afscheid genomen, maar de onderzoeken van DTNP die hebben we zeker meegenomen. Want als de afbeelding, en net had ik hem nog voor me, ik dacht ergens op bladzijde 8 van meneer Wint, dat is het centrum zoals ook DTNP dat op basis van koopstroomonderzoek en bezoek heeft aangegeven. Dat is, komt bijna één op één overeen met het Gop-Gof zoals 2012 of 2013 hebt vastgesteld. Dat is het nieuwe centrum. Koopstromenonderzoek en bezoekersaantallen van DTNP. En die basis, allebei, Gop-Gof onderzoek. Daarop hebben we verder geborduurd met Broekhuis Reis. En Broekhuis Reis heeft niet gekeken naar bedreigingen, maar Broekhuis Reis heeft gekeken naar kansen. En die kansen vertaald in een aantal mogelijkheden die je zou moeten doen. Is daar dan sprake van staatssteun? Volgens mij doet ook de provincie niet anders. Waar ze doen aan de stads- en dorpsvernieuwing. Daarin worden ook gemeentes flink gesubsidieerd om het ondernemers mogelijk te maken om iets te doen in het kader
winkelhuisvesting, dan wel winkelhuisvesting. En van die mogelijkheden willen wij graag gebruik maken. Dan het verkeer van meneer Mors. Ja, er staan wel eens files. Ja, en mensen rijden niet altijd de route zoals aangegeven. Het zij met gele bebording, het zij met lichtkarren. Dat is nu eenmaal zo. Een stukje gewenning en een stukje opvoeding. Ultimo, wat is het alternatief? Volledig afsluiten. Binnenkort krijgt u de proeven van de verkeersvisie. Afsluiten is een zegen voor een ander. En weer een vloek voor sommige ondernemers. En de Zuidas van Ommen, die hebben al aangegeven, absoluut morgens tegen een afsluiting te zijn, in welke vorm dan ook. Die willen dat het verkeer blijft stromen over de Varsenendijk. Echt, we hebben met elkaar op termijn willen naar maximaal 3500 vervoersbewegingen op die Varsenendijk. Bij de verkeer alle gelegenheid om aan te geven hoe u dat ziet. Wij hebben niet de wijsheid in pacht. Geef u maar aan hoe het wil hebben. Afsluiting, eenrichtingsverkeer, partiële afsluiting, pollers, lege blokken heb ik nog in de aanbieding. Zeg het mij hoe het aan moeten pakken. Ten aanzien van de overige bewegwijzering, als het goed is, hebben alle raadsleden en ook het college vanmiddag een korte mail ontvangen. Ten aanzien van de bewegwijzering, die is deels op orde, behalve op een aantal onderdelen. En dat gaan we aanpassen. Die toezegging die staat. Zoals al gezegd, die 334.000 euro, dat behoeft nog naar. Maar het is niet zo dat de gemeente Ommen alles gaat financieren zoals in dit plan staat. Het staat en valt met de bijdrage van de ondernemers. Het staat en valt met de bijdrage van Rijk en van de provincie. En de Rabobank is zo ruimhartig geweest om nu al de medewerking toe te zeggen. Meneer Moerman, ik dank u hartelijk voor uw instemming. Het parkeren op het Marktplein. Volgens mij is er dit jaar geen overlast geweest van parkeren op het Marktplein. Aan de zijde van het vechtpodium, er waren paaltjes. Aan de zijde van waar het paviljoen gesitueerd zou moeten worden, daar stonden de bloembakken. Deze bloembakken zijn voor de bissingdagen door een vrijwilliger, zijn de heer Smit van de rechter, op vrijwillige basis telke malen met een palletwagen vervoerd. Totdat het beachvolleybal er plaatsvond, toen was het onmogelijk voor hem om met de palletwagen die bomen, struikenplanten daar te amoveren. En op het moment dat het paviljoen daar ook is, dan is het parkeer op de markt helemaal voorbij. Meneer Bongers, de meeste vragen heb ik al beantwoord, maar u begon met een vraag over het 11 aprilplein. Mag ik u verwijzen naar de mail die ik met u heb gedeeld? Dat was de mail van 13 april, jongstleden van de heer Evert Sloten van Attica, waarin hij aangaf dat hij beide bouwprojecten gelijktijdig wilde laten beginnen, begin oktober, 11 aprilplein en de Vechtkade. Daar wil ik u naar verwijzen en zowel ondergetekende als mijn projectleider hebben de heer Evert Sloten meermaals opgewezen op deze toezegging. Ten aanzien van de Vechtkade, nou, dat hebt u gezien dat daar al het een en ander gebeurt. En we zullen erop toezien dat de bouw gelijktijdig gaat beginnen. Bis- en reclamebelasting heb ik al aangestipt, evenals de participatie van de Rabobank. Versterking van de poortfunctie, en daar had de heer Leuwik het ook over. Moet de gemeente alles betalen? Nee. Ook vastgoedeigenaren hebben daarin een zekere verantwoordelijkheid. Maar daarvoor geldt, en dan loop ik even vooruit op wat wij in de programmacommissie nog moeten besluiten, op hoe we dat ook willen doen met het gevelfonds. Je mag best met een stukje subsidie mensen verleiden om te investeren in hun eigen pand. U hebt in het verleden in Ommen hetzelfde kunstje al eens een keer geflikt. U hebt 1 euro geïnvesteerd in een gevelfonds. En u weet, althans dat had u gemeld moeten zijn, dat die 4 keer over de kop is gegaan. De revenue waren 4 keer meer dan de euro die u hebt geïnvesteerd. Ik denk dat het voor menig pandje in het centrum van Ommen een goede aanvliegmode is om het op die manier te doen. We moeten de subsidieregelingen, dan wel de verordeningen die we daarvoor willen hebben, mede ook naar aanzien van verplaatsing van mensen aan de noordrand van het centrum, om die te verlokken naar het centrum te gaan. Ook daar zullen we met medewerking van de provincie middelen voor vrij moeten maken. Stel, een ondernemer heeft een eigen pand met een bovenwoning onder de winkel. Die winkel willen we daar eigenlijk weg hebben. Er is ruimte in het centrum. Wat is er dan mooier om hem te verlokken met HMO-middelen, dan wel een eenmalige subsidie van de gemeente, dan wel dat we het omkatten naar een woning, zodat de noordelijke schil wordt de u wel bekende bouwstraat. Dat is het voorbeeld van hoe die noordelijke schil eigenlijk op termijn zou moeten worden. Daar wil ik in investeren. Ik doe dat niet alleen, dat wil ik samen met de provincie oppakken. Staatssteun, ja, een klein beetje, dat is zo. Dat ontken ik niet.
Meneer Leeuwen, dan kom ik op die poortfunctie. U wou burgerparticipatie. Niet alles leent zich voor burgerparticipatie. Retail Academie is iets waar burgerparticipatie niet bij hoort. Ten aanzien van die poortfunctie wil ik het volgende met u afspreken. Want er zijn nog wel meer projecten waar we dat zouden kunnen doen. Het is laaghangend fruit. Althans, hij staat voor 2016 op de agenda. Om het vanuit de programmacommissie met een aantal voorbeelden te komen hoe we een aantal poorten van Ommen zouden kunnen aanpakken. Daar een inloopavond voor organiseren en burgers vragen om een mening ten aanzien van die voorstellen. En om te komen met eigen ideeën. En dat is de pudding. Als er twee man en een paardenhoofd op afkomt, dan stop ik er gelijk mee. Als dat werkt, dan zeg ik u toe dat we middels de programmacommissie zorgen dat bij al die onderwerpen, bijvoorbeeld 14 is er ook eentje, van de beleving van het centrum. Ik wacht even tot meneer Leuk weer met zijn aandacht bij de spreker is. Dank u wel, meneer Leuk. Dan zeg ik u toe dat we ook onderaan bij punt 14, en zo zijn er weliswaar nog een paar, dat we ook dat op diezelfde manier gaan aanvliegen. Ten aanzien van parkeren, de parkeerbalans, die zal nog dit jaar naar u toe komen. De parkeerbalans geeft aan dat in het hoogseizoen de parkeerdruk in Ommen hoog is. 89% gemiddeld. Bij 89% en degenen die aanwezig waren bij de uiteenzetting van Broekhuis Rijs, bij 89% bezetting gaat er zoekverkeer ontstaan. Nou is dat in het hoogseizoen niet erg, dan vinden mensen wel een plekje. Maar als je dan weet dat de bezetting boven de 90-95% uitkomt, dan gaan mensen wild parkeren. Meneer Mors die had het er net ook al over wild parkeren en handhaven. Wild parkeren is iets wat we niet willen, dus moet je extra voorziening gaan creëren. Dat willen we doen aan de oostzijde. Ik ben niet zo van het handhaven, niet zo van het bestraffen, meer van het belonen. Goed gedrag moet je belonen, dus mensen de ruimte bieden om te gaan parkeren. Maar dan leg ik de bal bij de heer Mors en dan verwacht ik van de heer Mors dat hij bij de begroting komt om het overlast van parkeren aan te pakken, om daar uren voor vrij te maken, zodat wij de BOA's kunnen inzetten om te gaan controleren op het ongeoorloofd parkeren. Dus wanneer is dat? 10 november is er in ieder geval al één motie. 11 aprilplein heb ik gehad. U had meneer Wind en meneer Bongs hadden ook over de oude Aldi-locatie. Laat ik u dit zeggen, een broedende kip moet u niet storen. Het klopt dat er ontwikkelingen zijn, maar het staat en valt met een aantal handtekeningen die wij nog moeten ophalen. Op het moment dat die handtekeningen zijn, zult u de eerste zijn, de tweede. Zult u de tweede zijn die daarover wordt geïnformeerd. En ook wat dan de planvorming zal zijn ten aanzien van die locatie. Shared space. Shared space is een kwestie van gewenning. En het is natuurlijk heel flauw omdat ik al voorkennis heb om me te wijzen naar de verkeersvisie. Maar en dat ook dan richting mevrouw Lagas. De verkeersvisie en het actieplan grijpen één op één in elkaar. Het is niet zo dat het actieplan centrum leidend is. De verkeersvisie is de hoofdmoot. En wat wij nu voor ogen hebben met het centrum, actieplan voor het centrum, sluit daar naadloos op aan, inclusief wat ik u al aangegeven had, de mogelijkheden voor een eventuele, geheel gedeeltelijke, partiële afsluiting van de vastende dijk. Ik denk dat ik de meeste vragen heb beantwoord en de vragen die ik laat liggen, die krijg ik wel in tweede instantie, voorzitter. Tot zover. Wie wenst in tweede termijn het woord? De heer Winters. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik werd even getriggerd door een opmerking die de wethouder maakte over het paviljoen en dan in relatie tot het parkeren op dat plein. Want ik vraag me dan wel af van oké, hoe ziet u dat dan? Is dat omdat dan het paviljoen daar is en omdat die dan dat deel van het plein in gebruik neemt, dat er geen niet meer geparkeerd zal worden? Want in het verleden hebben we natuurlijk ook aan de andere kant ook gezien dat daar ook geparkeerd werd. Dus dat is dan is even de vraag van of je het daarmee oplost, alleen daarmee. En als laatste nog de opmerking van ja, nou, dat we de verkeersvisie dus nog niet hebben vastgesteld. Dus dan kan het wel naadloos op elkaar ingrijpen. Maar als wij dus de verkeersvisie straks gewijzigd zouden vaststellen, dan zou het niet meer naadloos kunnen zijn. Dus dat is even een lastige. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank van de wethouder voor de beantwoording. Laten we meteen maar even voorbouwen op de verkeersvisie. Wat ons betreft zouden wij graag, als we het hebben over de verkeersvisie, toch een onderscheid willen maken tussen kort parkeren en lang parkeren. Wellicht biedt dat ook weer oplossingsmogelijkheden en wellicht ook reductie van kosten.
Want ik denk dat het best verdedigbaar is dat voor lang parkeren er iets ruimere afstand genomen wordt tot het centrum en iets verder of iets meer moet lopen. Wat mij nog niet helder is, is wat betreft de financiering. De wethouder geeft aan van ja, het is voor ons een onlosmakelijk plan. Er wordt in de co-financiering wordt gedacht aan een BIS, hè, dus een bijdrage vanuit de ondernemers. Maar van welk bedrag wordt dat ingeboet of ingeboekt, moet ik zeggen? Is het voor een ton, 3 ton of voor de rest van de totale financiering? Dat zou ik toch heel graag willen weten. Dat was het, voorzitter. Mevrouw Lagas. Voorzitter, dank u wel. Ik haak even meteen op de vraag van de heer Bongers aan. Ik heb in de eerste termijn daar ook al even naar verwezen dat het belangrijk is om in het kader van die financiering goed duidelijk te maken wat verantwoording gemeente is, wat de co-verantwoording is of alleen van ondernemers. En misschien helpt dat de vraag te beantwoorden die de heer Bongers nu stelt. Er zijn specifieke dingen des gemeentes, specifieke dingen des ondernemers en er zijn mengvormen. En ik ga ervan uit dat de co-financiering over die mengvormen gaat. En dat is voor ons wel belangrijk om te weten, want er zijn een aantal investeringen waarvan wij zeggen, nou dat is typisch voor de ondernemers. Bijvoorbeeld het imago of hoe ziet je winkel eruit, om daar zo'n onderzoek naar te laten doen. Ik denk dat een ondernemer daar zelf belang bij heeft en de gemeente niet. Het is maar zo'n voorbeeld, maar ik denk als u dat splitst, dat duidelijkheid, meer duidelijkheid geeft rondom de financiering. Ook daarop aansluitend, nou uw verhaal van de BIS en de reclamebelasting. Het klinkt een beetje alsof dat 1-1-2017 klaar zou kunnen zijn. Nou, ik zou het wensen. Ik heb er nog wel slapeloze nachten van dit soort voorstellen. Dus ik wens u er heel veel sterkte mee. Maar het lijkt me dat het reëel is om dat 1-1-2018 voor te pakken. Zeker BIS is ook een ingewikkeld proces. En daar ook in de financiering en in de besluitvorming rekening mee te houden. Want de zaken die in het actieplan zitten, die des gemeentes zijn en naar voren getrokken kunnen worden, die kunnen we dan voor de gereserveerde middelen in 2017 misschien al oppakken. Er gebeurt er in ieder geval wat. En om dan de zaken die gemengd zijn of puur des ondernemers in het planning verder naar achter te schuiven. En dan heb ik nog even één opmerking. Ik hoorde u zeggen, ik had hem al opgezocht, de retailacademie in het stuk. Want ja, ik mag je technische vragen stellen, dus ik was heel braaf op onderzoek uitgegaan. Het was lastig te vinden, maar ik was blij verrast toen ik uiteindelijk via de wethouder van Zwolle erachter kwam. Dat die al bestaat, via onder leiding van Kennispoort en samenwerking met Deltion. Dus ik weet niet in hoeverre onze retailacademie daarop aansluit. Want uiteindelijk betalen we daar ook ieder jaar aan bij aan die club. Dus voordat u wat opzet, wat al bestaat, als u die weg nog niet gevonden heeft, dan wil ik u zelfs wel meenemen een keertje. De heer Mors. Dank u, voorzitter. Uiteraard, wij komen bij de verkeersvisie terug op de Varsenerdijk. Er zijn nog twee dingen die ik nog wel op tafel zou willen leggen. En dat was het aanzicht van Ommen. En dan ook naar in de richting van het noodlokaaltje wat op het ogenblik in gebruik is als snackbar. En bij parkeren, daar wordt wel gesproken over het aantal plaatsen waarvoor geparkeerd kan worden. Maar juist het zoeken naar parkeerplekken wordt ook onoverzichtelijker op de manier zoals op het ogenblik de parkeerplaats ook is ingericht. Dus misschien dat daar ook eens naar gekeken moet worden. Waar je gewoon één doorstroming krijgt in plaats van dit zoekgedrag. En dat zou ook al een stuk schelen in de beleving van Ommen. Dank u. De heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Ja, twee op- of aanmerkingen, vragen nog even. Dat eerste triggerde ons een beetje van de wethouder over participeren, meedenken. Ja, goed, actief meedenken, dat is natuurlijk heel, vinden wij belangrijk. U hebt het ook bij de eerste inspreker gehoord, dat vinden wij toch wel belangrijk. Maar u maakt een mooie opmerking. Ja, ik doe één voorlichtingsavond en als er geen mens komt, zeg ik het af. Er zijn meerdere wegen naar Rome, volgens mij, om zoiets te doen. En ik denk ook dat het goed is om daar ook even bij na te denken. Als er dan maar 2 of 3 of niemand komt, dat er een andere manier gezocht wordt om de zaak bij elkaar te krijgen. En de tweede opmerking had de VVD ook al. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als er toch wel een specificatie in de begroting komt van wie nou financieel waar verantwoordelijk voor is. Dat lijkt ons toch wel handiger, want anders ja, dan wordt het ook een beetje een je hebt mijn portemonnee gehaald, maar wat we hebben wilt. Dank u wel, voorzitter. Het woord is aan de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Een aantal raadsleden hebben terechtgewezen van hoe is nou precies de verdeling. Ik kan dat op dit moment niet aangeven en ik wil verwijzen naar beslispunt 2
van de oplegnotitie. Daar staat akkoord te gaan met de uitgangspunten en het college te vragen een en ander verder uit te werken. Binnen die verdere uitwerking kunt u ook een uitsplitsing qua kosten zien wat wij voor onze rekening gaan nemen. Mevrouw, nog even meneer Leuwik. Wat ik heb bedoeld te zeggen is dat ik graag bereid ben de inwoners op onderdelen er participatief bij te betrekken. Daar zal ik me ook voor inzetten. En daar wil ik ook inloopavonden voor organiseren. Maar als in de praktijk blijkt dat er niemand op afkomt, dan moeten we ook niet gaan participeren om te participeren. Het moet wel een doel dienen. Dus we hebben gratis reclame. Daar mag ik geen reclame maken, maar er is iemand heel actief om steeds maar weer onder de aandacht te brengen. En ik heb er ook heel veel gratis reclame van gekregen onlangs. Heel veel wegen om het kenbaar te maken, maar als ondanks al die reclame er niemand op afkomt, dan moeten we ook een keer zo groot zijn en zeggen van, nou ja, dan schieten we ons doel voorbij, dan doen we het niet meer. Mevrouw Lagasse, dank u voor de handreiking ten aanzien van de Retail Academie. We willen hem echter wel lokaal opzetten en de Rabobank wil daarin graag participeren. Dat is ook een van de uitgangspunten om dat zo compact mogelijk te doen. Ik dacht dat ze wilden interrumperen. En ik denk dat we lokaal moeten oppakken waar lokaal draagvlak voor is. Als anderen ons daarin een richting kunnen geven,